Ja, we zijn in Wenen aangekomen. Het is hier bloody hot, maar wel heel aangenaam. Heel gezellig, ontzettend leuke stad. Overal terrasjes en gezelligheid. Dus ik vind het genieten geblazen. Hallo lieve mensen die het nog kunnen volhouden om mijn vlog te volgen. Oké. Ik heb de nieuwe schoen die in dat paakte. Joehoe. Hier kun je rustig gaan zitten. Ik zit lekker een kolom te schieten. Ik heb in Amsterdam even een pitstop gemaakt als een soort raceauto tijdens de Grand Prix. Gaan we weer. Even zonnebank, nagels gedaan, wenkbrauwen laten doen door een geweldige wenkbrauwspecialist. Ik ga geen reclame maken, maar ik was heel blij dat ik even bij haar naar binnen kon. Want zij heeft een wachtlijst van een jaar of zo. Ik ga verven. Nou ja, dat is dus heel interessant. Zij verft dus, terwijl je denkt, nou ja, je hebt zwarte wenkbrauwen. Maar het is toch heel mooi. En wij gaan toch ook mij tatoeëren? Ja, uiteindelijk ja, dit, wel. Dit. Gewoon gaatjes. Ja, die alle gaatjes opvullen. Want er zit altijd een gaatje. Ja, vooral in de linker. En hoe komt dat eigenlijk? Is dat ook omdat je dan ouder wordt dat dat gebeurt? Of is het ook omdat ik daar verkeerd heb laten plukken? Met ouderdom kunnen haartjes altijd wat minder worden en wat meer uitvallen. Maar het kan ook zijn dat iemand het verkeerd geplukt heeft. En dan, ja, dan gaat het gewoon niet goed. En dan kan je permanente schade, zeg maar, krijgen. En dat willen we niet. Nee, precies. En dan kan je dat dus opvullen. En dat zie je gewoon niet. Want dan denk je gewoon dat dat echte haartjes zijn. Maar dan is dat dus getatoeëerd, toch? Yes. Zo mooi. Kijk. En dus ik ben weer helemaal opgekalefaterd. Ik zou eigenlijk ook nog mijn extensions weer in mijn haar moeten laten doen. Maar ik zag het met deze hitte even niet meer zitten. Dus dat heb ik achterwege gelaten. En nu zijn we weer, ja, ze moeten weer die gekke obsession gaan spelen. En nu met een Oostenrijks publiek. Vanavond grote première. Dus dat is allemaal heel spannend. En natuurlijk Taipei, dat hebben we achter de rug. Azië, dat was weer gekte. Gigantisch theater. We zijn hier weer de hoofdattractie, hoofd van het festival. Ongelooflijk groot gebouw. Het enige waar ik mee bezig ben is er wifi. Waarschijnlijk niet. We were here, I think, 2 years ago. De 作品 奥赛罗 参加 国际剧场艺术节. Waar zijn we, Ron? Soms verlang je even naar thuis. Ja, maar de mensen zeggen dat je hier het lekkerste kunt eten in dit land van ooit. Maar waar zijn wij? McDonald's. Maar ik ben dodelijk moe. En ik kan niet wachten tot we naar Carré gaan. Het was echt een wild avontuur. Ik bedoel, in Taipei heb ik mensen met wandelwagens gezien met kleine hondjes erin. Hier gisteren hebben we weer met de hele regering van Oostenrijk ongeveer, die natuurlijk totaal om Jude heen hing en weet ik het wat allemaal. Dolle avonturen. Maar ik verlang gewoon naar mijn eigen bed, joh. Lekker op de fiets naar het theater, lekker op de fiets naar Carré. Voor mij hoeft het allemaal niet meer hoor, die internationalisering. Het is hier natuurlijk prachtig en ook heel gezellig, maar doe mij maar gewoon het Leidsplein, Mokum. Hè? De grachten. Weet jij? Ga nog even doorzetten. Vanavond gaan we die gekke show weer spelen en nu ga ik eens even lekker ontbijten hier op een van mijn hipterras met limonade, want dat is hier het drankje wat je moet drinken. Oh mensen, ik verlang zo terug naar Nederland. Nog 3 nachtjes slapen, dan is het zover. Dan vliegen we terug en dan kijken we uit naar de Nederlandse première waar weer allerlei hele spannende mensen gaan verschijnen. Tot dan, dag.